valt soms niet mee om als kunstenaar inspiratie te vinden. Kunstschilder Tinus Teder heeft gelukkig een heel dankbaar onderwerp. Zijn beeldschone vriendin Celine. Ben je dan raar? Gek idee dat 20 mensen je vriendin in huis hebben hangen? Nou, ze komen er soms na de rand pas achter. Ik heb een schilderij verkocht aan iemand. Staat ze dan met blote borsten, toevallig op die. En hij zegt, ja, ik ben nog steeds zo blij met mijn schilderij. Ik zeg, ja, dat is mijn vriendin. Godverdomme, zegt hij. Hangt jouw vriendin met de blote borsten? Hangt ze bij mij in mijn kamer? Tinus levert als extraatje bij zijn schilderijen altijd een spuitbus Tenderlove. Ook heeft hij een speciale manier om zijn schilderijen te bezorgen. Op de fiets. Dit schilderij gaan we brengen naar Moher, een kapsalon die zit op de Zaagmolenkade. En daar hangen uiteindelijk dan twee werken, deze en nog een grotere, die ik gisteren heb gebracht. Verder hangt mijn werk bij Rosbroek-Boeuf op de Mariniersweg, bij NRC en nog wat plekken. Waarom noem jij jezelf Tinus Teder? Ja, eigenlijk heet ik Martijn van Dijk. En Tinus, van jongs af aan werd ik altijd Tinus genoemd door vrienden en ook mijn ouders eigenlijk. Uiteindelijk ben ik het gaan signeren met Tinus Teder, omdat Martijn van Dijk dat... daarvan heb je als je op Facebook Martijn van Dijk intikt bijvoorbeeld, dan krijg je er 50 resultaten uit. En vandaar ook Tinus Teder. En ik vind het gewoon wel lachen om niet onder mijn eigen naam te schilderen eigenlijk. Nog steeds. Ben jij als kunstenaar geboren of ben je er eentje geworden? Ja, ik denk dat elk kind wel creativiteit kent, maar je moet het wel... leren ontwikkelen of tot uiting laten komen. Maar was het voor jou een bewuste keuze om kunstenaar te worden? Nee, het is wel zo gekomen. Ik vond schilderen heel leuk en ik schilderde. En op een gegeven moment begon ik dan ook een beetje schilderijen te verkopen, terwijl ik daar niet mijn best voor deed. En dat ging eigenlijk een beetje vanzelf. Mensen vroegen of ze mijn werk mochten kopen. En toen... Ja, tuurlijk mocht dat. Toen vroeg ik dan een paar €100 voor en dan ging ik dan zuipen in de kroeg. En toen was Joël, die had toen de winkel Local Heroes op de opper, die zei tegen mij... Tinus, je moet naar de Kamer van Koophandel. Jezelf inschrijven. En dat heb ik toen gedaan. Dat was eigenlijk best wel succes. Wat vind jij het allermooiste aan dit beroep? Ik vind het mooi om een beeld te maken waar je dan uiteindelijk zelf tevreden over bent. En je bent zo vrij als een vogel. Kijk nou, ik fiets door de stad op mijn racefiets met een schilderij onder mijn arm en dat is mijn werk. Dat is toch tof. En ik heb gewoon overal lol in wat ik doe en wat erbij komt kijken en wat erbij hoort. Praatjes maken met de winkeliers waar mijn schilderijen hangen. Ik beleef er gewoon heel veel lol aan en ik word er gelukkig van. Hoe is dat? Dat is mijn vriendin. Die ga je nu ergens ophangen? Die gaan we hier ophangen bij Moher. Vind je het moeilijk om er dan afstand van te nemen, omdat zij erop staat? Nou, sommige wel. Ja, dat zijn gewoon de eerste schilderijen die ik van haar heb gemaakt. En dat is dan toch iets specialer of zo, of bijzonderder. En maar verder, nee. Vind je het bijzonder om haar te schilderen? Ja. Vind ik heel leuk. Vind ik tof. Iemand waarvan je houdt. En ja, waar je eigenlijk alles mee beleeft en alles aan vertelt, dat je die dan mag schilderen. En ja, daarbij is ze heel mooi. Dus dat is zeker leuk om te schilderen. Hallo! Zo, druk bezig? Ja! Nice. Tof? Ja, super.